deel op de kop weten te tikken. Twee pakjes van die nitraten. En een pakje Cobra 6. Mooi. Bel ik aan hè, bij Jorik. Komt de pa naar buiten. Ja, zet je fiets maar achterom. Ze lopen al ergens rond. Zoals ze hebben hoor. Hallo jongetjes. Waar gaat hij heen? Deze gaat wel iets harder dan hier. Ja. Hij gaat nog. Hier. Ik ook één. Nee. Nee, je moet je niet doen. Het zijn er rookgranaten. Wat zijn dat voor dingen? Ze kunnen alle kanten vatten. We gaan naar achter ook, ja. Mooi ding, ja. Het begint bijna. Sydney is dit. A happy new year! Ik ben nu thuis en het is nu 2:30 en we gaan helaas zoals mensen, ja ik heb afstand en ik ga tv kijken, maar helaas zoals sommige mensen wel weten dat ik elk jaar een spel speel op oud en nieuw en dan nooit een andere dag, alleen dat spel speel ik alleen op oudjaarsavond, maar ja dat was op de Xbox 360, maar ja die heb ik nou niet meer, dus dat gaat een beetje lastig nou, dus die traditie is dus mooi kapot. En we gaan nou gewoon maar denk ik even Spotify aanzetten of zo. En dan gaan we gewoon een beetje op tv muziek luisteren en zo. En dan gaan we vanavond gaan we weer lekker stoken. Hoppa! Wel raken. Ik moet rennen jongen, ik kwam een woud aan. Godverdomme. We zijn ontsnapt tot nu toe. Nou jongens, hoe is het afgelopen? Nou, ik zat daar dus. Nee, begin. We waren vuurwerk aan het afsteken. En er kwam een zwarte auto aanrijden. In een eenrichtingsstraat zo. Toen ging hij ergens waar je dan een beetje erop kan, waar wij dus stonden. Dan kan je nog helemaal door en dan naar achter. Zoals je misschien wel zag, waar we eerst, ja misschien ken je het wel in ieder geval. Toen bij Ballade was dat. Toen ging hij dus daar oprijden en wij liepen al de andere kant op. Hè. Dus toen ging hij achteruit, ging hij de verkeerde kant op terug in de eenrichtingsstraat. Ik denk, dat kan al niet goed zijn. Dus ik ging weer teruglopen omdat die auto zo reed. Ging die bij de andere uitgang, ging die staan. En toen dacht ik, rennen. Dus ik rennen. Mooi, woud afgeschud. Dus ik zat daar zo,
was het vorige filmpje dus. Ik daar zo zitten, ik heb daar 10 minuten gewacht of zo. Locatie uit, vliegtuigstand aan, want je weet maar nooit, hè. Dadelijk, dat kan allemaal tegenwoordig. Hè. Dus ik heb daar 10 minuten zitten, helemaal teruglopen zo. En toen uiteindelijk was er helemaal niemand meer. En toen had ik maar mijn fiets gepakt, toen was ik naar huis gereden en nu zit het weer. Dus ja, en we hadden al afgesproken met z'n allen. Als Wouter zijn, rennen, rennen, rennen. Ook al ga je rennen, dat maakt niet uit. Die boete die wordt toch even hoog waarschijnlijk. Dus ja, gewoon mooi. Maar ondertussen is het 4:15. En je hoort buiten steeds meer knallen. Maar ik ga lekker even opwarmen, want ik heb godverdomme koude handen gekregen ervan. En ik ga dadelijk even eten ook. En ik denk dat ik even spelletjes ga doen en even ga chillen. Dat heb ik allemaal niet gedaan vandaag. Ik ben opgestaan, ben gelijk vuurwerk afgesteken de hele dag. Als we daarmee klaar zijn, gaan we dus eten en dan gaan we nog naar familie toe om 7:30. En daar gaan we ook meer flink zitten knallen. Dus dat wordt mooi. Het is ondertussen 7:30 en ik ga dit nog meenemen, vuurwerk. En ik ga dus op de fiets erheen, want daarna ga ik weer lekker mijn kop eraf zuipen. Tot en met 6:00, dus lachen! Maar ik ga nu op de fiets en dan ons pama die vertrekken over een kwartiertje misschien, 1/2 uurtje, we zien wel, komen we waarschijnlijk tegelijk aan. Dus ik zou zeggen, let's go. Oh ja, wacht even, in donker gaat dus de Hypersmooth uit, altijd in donker, want daar vindt de software van de GoPro niet leuk, dan gaat die trillen. Dat heb ik al heel vaak gezegd, maar dat is echt. En ik ga waarschijnlijk, moet ik nog even instellingen veranderen en zo, dat het geluid wat beter is, want door die klappen dan wordt die dof, omdat dat dan... Omdat die camera kan onder water ook gewoon standaard. Dus we gaan zien wat ik in ga stellen. Jullie gaan het zien. Dus let's go. Ik zit al even op de fiets. Ik ben helemaal ergens in de polder of zo. Of in de polder is overdreven. Maar de weg naar de Efteling ongeveer. Misschien merk je het wel dat het beeld trilt. Want de Hypersmooth, die stabilisatie, staat nog aan. Maar we zijn er al bijna. Dus we moeten een klein stukje. Oké, we rijden langs de Efteling. Dat is Ravelijn. Kun je nou zien. Dat gebouw daar zo. En dat is gewoon open nou, hè, de Efteling. Dat is gewoon... ja, altijd open, elke dag. Ook met oud en nieuw. Alleen ik heb wel gehoord dat je 's avonds moet je met oud en nieuw van de Efteling moet je extra kaart. Jongen, vuurwerkje. Oh, achter het huis, wacht. Nou is hij daar ook weer afgelopen zeker. Ja, leuk. Je dikke Tesla, jongen. Ja, mooi. Ja, dat doet hij niet maar. Dat zie ik al makkelijk. Oh, jij gaat nu dat ding afsteken. Nitraatje erbij. En nou, kijk uit, Jopie. Ligt een mond, hè? Ik klop af, toch? Oh, joh! Oh, dat gaat. Timo, de verloren zoon. Oh joh, helemaal klaar mee. Fucking koud. 10:00 is het nou denk ik. Dus we gaan even naar binnen. Even pauze. Opwarmen.
Mooi. Dankjewel. Merci. 10, 9, 8, 7, 6. Cobra nu! Cobra 6. Hé, hey, daar komt ie, hè? Nou mensen, dit was de video van Oud en Nieuw en het is nu 20 januari, dus ik hoop dat je het leuk vond in ieder geval. En ja, doe even een duim omhoog ofzo en check jullie gewoon weer later, hè. Houdoe!